Maandagmiddag is er een paard in een sloot langs de Mosterdweg in Schorel terechtgekomen. Omdat het dier er niet zelfstandig weer uit kon komen, werd de brandweer uit Groet om assistentie gevraagd. Ook collega's van de brandweer uit Schorel kwamen ter plaatse. Na meerdere pogingen lukte het ook met behulp van omstanders het paard weer op het droge te krijgen. Onder begeleiding van de eigenaar kon het dier rustig naar de stal toe lopen. Hoe het dier in de sloot terecht is gekomen is onduidelijk.